Yogyakarta, op de dag waarop ingenieur Sukarno beëdigd wordt tot president der Verenigde Staten van Indonesië. In de straten lezen de mensen de bulletins waarin de verkiezing van ingenieur Sukarno daags tevoren bekend wordt gemaakt. De plechtigheid vindt plaats in de historische kroningszaal van de Kraton, het paleis van de sultan van Yogyakarta, waarin zich al vroeg in de morgen de genodigden begeven. Mevrouw Hatta en mevrouw Sukarno, de laatste draagt een kanten sluier. Om 10 uur precies arriveert de president, gekleed in het witte gala-uniform van opperbevelhebber de Republikeinse strijdkrachten, vergezeld onder andere van de heren Hatta en Roem. Eerst spreekt een islamitisch priester een gebed uit voor het welzijn van land en volk van Indonesië. Ingenieur Sukarno legt de eed af in handen van de president van het Hoge Rechtshof volgens de rites van de islam. Bahwa saya, sekuat tenaga, akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat, dan bahwa saya, akan melindungi, dan mempertahankan, kebebasan, dan hak-hak, umum dan khusus, sekalian penduduk negara, dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Om 11 uur was de plechtigheid afgelopen. De eerste president van de Verenigde Staten van Indonesië had zijn ambt aanvaard.